En de terrassen mogen vanaf morgen weer open. Dit besluit is genomen na gesprekken tussen de Vereniging Horeca Suriname en de overheid. Een belangrijke voorwaarde is dat bezoekers en medewerkers die in direct contact met elkaar komen, gevaccineerd moeten zijn, zegt Robin Roemer. En hij is ondervoorzitter van de vereniging in gesprek met onze nieuwsdienst. Inkomsten van de sector zijn nu volledig afhankelijk van de Surinamers, aangezien er geen toeristen zijn, zegt Roemer. Nou, er is een beetje gesteld dat de voorwaarde is dat we met gevaccineerde mensen moeten werken. Zeker in de frontliners, dus bediening en barpersoneel. Je kan het niet van ze eisen. Dus wij hebben het, en dat vragen we ook van onze gasten. Wij werken in ieder geval nu, waarschijnlijk ziet u me deze aankomende dagen zelf op het terras lang aan het lopen, omdat we weinig mensen hebben die gevaccineerd zijn. We hebben een jonge doelgroep, we hebben mensen die nog niet ready zijn. Maar we gaan wel de richtlijnen opvolgen. Het moeilijke is dat de regering dat advies, en dat hebben we ook aan hun gevraagd, nog niet heeft afgekondigd. Maar we hebben ze ook gevraagd, kondigt u het advies aan? Dat u zegt van hey, mensen die een bezoek afleggen bij de terrassen, horeca ondernemingen, dat je gevaccineerd moet. Of dat je dringend voor advies dat je gevaccineerd moet zijn of je laat vaccineren. Wij gaan dus nu, ik doe hierbij het beroep dat het niet anders is. De mensen die werkzaam zijn of werkzaam zullen zijn vanaf morgen zijn gevaccineerd. We gaan conform de afgesproken zaken doen we een dringend beroep dat mocht u de horeca willen bezoeken dat u in het bezit bent. Minimaal digitaal van uw eerste vaccinatieprikje. Roemer stelt dat de horeca langer sluiten erin zal resulteren dat velen voor eind van het jaar over de kop gaan. Simpelweg om de situatie waarin we verkeren. We hebben de pandemie, maar we hebben ook een economische recessie. En die twee zijn desastreus, zijn killing voor onze sector. En we gaan het niet redden. Dus om concreet te zijn, ik kan niet voor ieder praten, ik kan niet de mensen in zakken kijken, maar als ik naar onze organisatie, we bestonden onlangs 40 jaar. En ik denk als we kijken naar 40 jaar waar we zijn beland, we hebben de moeilijke jaren gekend, ook van zware recessie enzovoort. Maar dit is wel dit voert wel de boventoon. Ondervoorzitter Robin Roemer, de vereniging is nog in onderhandeling over indoor dining.